Vrouwen en kinderen die het kalifaat ontvluchten worden in de woestijn opgepikt en naar een plek achter de frontlinie gebracht. Burgers in nood zijn het, maar ook IS-aanhangers. Daarom worden ze bij aankomst gecontroleerd op wapens en explosieven. En geregistreerd. Want deze mensen vluchten niet voor IS zelf. Ze vluchten omdat het leven in het kalifaat ondraaglijk is geworden. Ook een paar mannen melden zich in de woestijn. Maar alle ontkennen iets met de IS te maken te hebben. Deze mensen worden nu naar een kamp hier iets verderop vervoerd. En op dit moment komt er ook een nieuwe wagen aan met opnieuw mensen die hier dus een paar kilometer vandaan zijn gevlucht uit dat kleine stukje kalifaat. Deze mensen kunnen al vertrekken. Deze mensen zullen gecontroleerd gaan worden. Maar de vraag is natuurlijk, zijn dit allemaal IS'ers? Dat weten we niet, maar er wordt hier wel van uitgegaan dat eigenlijk iedereen of bijna iedereen hier bij IS hoort. Dat geldt in ieder geval voor deze Franse jihadisten. 4 jaar geleden vertrok ze naar het kalifaat. Do you regret your choice to come here? Yes, because... No, in Islamic point of view, I do not regret it because I tried to make. Yeah, I know that some people can't understand, but I did this for the sake of Allah, and I tried my best. But now I'm here, so I yes, for me it was a mistake. It's like I feel like it was a mistake to go, and it was a mistake to left to leave. I don't know. Like I told you, I'm still confused. Het liefst gaat ze zo snel mogelijk terug naar Frankrijk. En ze weet dat als ze mag vertrekken, dat daar de gevangenis wacht.